Goedemiddag iedereen. Zoals sommige van jullie misschien zien, hebben we onze branding aangepast. Dus vorige presentatie was het logo nog groen, nu is het blauw. Blauw staat ook voor vertrouwen. Het geeft een veilig gevoel en het geeft rust, hebben we opgezocht. Dus dat was hem. Nee, grapje hoor. Dit is de voortgang. Dat is de voortgang, ja, nieuwe branding. Dus daar moeten we even goed over nadenken. Nee. Maar goed, waar gaat het over? Postkaarten, gemakkelijk veilig mailen. Ik denk de meeste van jullie hier hebben het afgelopen keer gezien. Maar we geven dus even een korte update, stand van zaken. Maar eerst even een korte recap. Wat is eigenlijk het probleem? De e-mailbeveiliging status quo. Zoals vele van jullie waarschijnlijk weten, wordt op PGP bijvoorbeeld niet veel gebruikt. De usability daarvan is niet goed. Vielen hebben problemen met het handmatige managen van de sleutels. Stransky et al hebben een onderzoek gedaan aan de Universiteit Hannover en gezien dat maar 0,06% versleuteld is van de e-mails en 2,8% gesigneerd. En een tweede probleem is het mentale model mismatch. Want de gemiddelde gebruiker snapt niet zo heel goed wat encryptie eigenlijk betekent. Dus veel onderzoek laat zien dat terug wordt gevallen eigenlijk op access control. Dus betekent, als ik bewijs wie ik ben, dan mag ik iets zien. Dus daar komen we straks nog weer op terug. Wat wel gebeurt tegenwoordig is natuurlijk een link encryption via TLS tussen de mailserver zelf. Maar dat betekent wel dat mensen die toegang hebben tot de mailservers nog wel de inhoud kunnen lezen. Alternatief voor het handmatig managen van de keys is dus gewoon het automatische sleutelmanagement. Dus mensen hoeven dan niet de ingewikkelde stappen te nemen om sleutels te genereren, te delen met anderen, die weer te valideren, etc. Dus zoals ik al zei, het mentale model van access control is gewoon voor de gemiddelde gebruiker beter te begrijpen. Dus ik moet bewijzen dat ik Alice ben om toegang te krijgen tot iets. Daarom hebben we dus gekozen voor identity-based encryption, waarbij je dus een vertrouwde derde partij hebt. En de ontvanger moet bewijzen dat hij een bepaalde identiteit heeft en krijgt dan van die vertrouwde derde partij een sleutel gestuurd waarmee hij dan kan ontsleutelen. Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan? Het paper van Merel is geaccepteerd bij de NordDCHI 2022 met de titel Design Principles for Actual Security, waarbij ze dus concludeert dat de theoretische veiligheid van bijvoorbeeld OpenPGP heel goed is, maar eigenlijk de praktische security niet, want het wordt dus niet gebruikt van mensen. Daarnaast heeft Hanna heeft er vooral aan gewerkt, maar het is eigenlijk een team effort. Paper Postcard Towards Easy and Secure Email Communication ingediend. Waar hebben we het nog weer ingediend? KAI 2023. Waar we eigenlijk het product ook presenteren, het proefconcept beschrijven en vooral ook op het design ingaan. En ik ben eigenlijk op dit moment nog hard bezig om een paper af te ronden. Authentication to the Rescue, Combining Modern IBE and ABC Primitives to Let Johnny Encrypt E-mails. Die we gaan submitten naar Eurocrypt. Volgende week is daar de deadline voor. Daarnaast hebben we natuurlijk onze eindgebruiker-add-ons nog verbeterd. Namelijk hebben we één add-on in Outlook en een andere in Thunderbird. Waarbij we dus multiple attribute selection hebben toegevoegd. De komende slides laat ik nog een video zien die Merel heeft gemaakt nog. Waar het te zien is wat het betekent. En dan ga ik het nog even toelichten. We hebben ook een nieuwe website ontwikkeld. Ze is nog niet live. We gaan ervan uit dat het volgende week wel gaat lukken. Dan kunnen jullie ook gewoon de versies. Dan zijn de versies van de clients ook publiek beschikbaar. Op dit moment is het eigenlijk meer op basis van een uitnodiging als je een e-mail stuurt naar info@postcard.eu of .nl. Dan
krijg je een uitnodiging van ons om de add-ons te kunnen installeren. Wel hebben we inmiddels dus ook de postcard.nl website geclaimd. Die was er nog niet beschikbaar, dus Bart heeft ons maar een beetje gevochten met... Ja, gewoon gekocht, ja. Precies. En er is dus, een student heeft een stage op ons gedaan en die heeft dus een web-extensie gebouwd voor Gmail support. Dus die proefconcept is afgerond. En daar gaan we in de toekomst, denk ik, ook mee verder. Dus nu even de video's. Ik hoop dat het gaat werken. Volgens mij, dat is dus de versleuteling. Hè? Dus je kunt gewoon attributen kiezen waarmee je wil versleutelen voor een ontvanger. Dus we hebben nu maar even een keuze gemaakt van... We hebben even een hardcoded lijst gekozen voor nu, maar daar gaan we nog verder onderzoek naar doen, wat verstandig is. Dus dan is ermee verstuurd en het ontvangen. Oh, dat gaat volgens mij hier niet goed. Nu is het ontvangen, dus het ontsleutelen, het bewijzen van als goed is. Nou, die wil nu even niet starten, helaas. Oh. Ah. Ja, hier zie je dus dat je dus twee attributen moet disclosen om de e-mail te kunnen ontsleutelen. Dus dat hebben we dus ook werkend in de add-ons, maar nog niet gepublished of in Thunderbird zit het al in? Nee, nog niet. Nog niet. Stadplan. Precies. Outlook ook. Dus. Precies. Dus volgende week. We gaan het dan ook even aankondigen in de IMA Slack. Nou, wat ik net al zei, website is eigenlijk al af, maar moet nog deployed worden volgende week. En we hebben dus ook de postcard.nl domein in bezit. Nou, wat gaan we doen de komende tijd? Onderzoek naar handtekeningen, er is ook net een student begonnen die kijkt hoe we het technisch kunnen implementeren, wat zijn daar de mogelijkheden. Doen we het via IMA signatures of doen we het op basis van identity based signatures. Bijvoorbeeld Jorrit gaat bezig met het kijken naar het design van signatures, vooral aan de ontvangende kant. Hoe laat je een signature zien in de client, zodat het ook zodat de gebruiker, de ontvanger de signatuur ook vertrouwt. We gaan verder onderzoek doen naar de fallback-mogelijkheden. Fallback betekent dat als iemand dus geen add-on kan of wil installeren, dat hij nog wel de mogelijkheid heeft te ontsleutelen via een website. Dus het wordt straks zit het ook geïntegreerd in onze eigen website. Maar daar gaan we nog verder onderzoek naar doen. Weer een andere student is bezig met SurfConnect om een authentication module te bouwen. Hè. Nu is alles gebaseerd op IMA voor authenticatie, maar daar gaan we dus ook verder aan andere mogelijkheden kijken. We kijken natuurlijk ook naar een aanpak om te bepalen hoe we de private key generator, is de vertrouwde derde partij, zo wordt die ook afgekort, hoe we die kunnen distribueren, zodat je bijvoorbeeld per domein dus bijvoorbeeld Radboud heeft dan een Private Key Generator, maar ook Surf heeft een Private Key Generator. En dat die dan bijvoorbeeld samenwerken, zodat als één van die partijen gecomprimeerd is, dat het niet betekent dat de aanvaller een sleutel kan genereren om te ontsleutelen. Daarnaast gaan we natuurlijk verder ook de add-ons en de websites te verbeteren. En werken we natuurlijk ook aan nieuwe publicaties. Ja, dat was hem. Dankjewel, Daniel. Referenties. Franken. Ja, cool. Ik zag een Thunderbird plugin, dat is hartstikke mooi. Ga je ook een webmail plugin maken? Ja, dat was dus, had ik kort gezegd, student was bezig dus een web extension plugin te bouwen die je dus aan Firefox of Chrome kunt toevoegen. En op dit moment wordt dus die proefconcept laten zien hoe dat in Gmail werkt. Maar je wil waarschijnlijk ook andere Mail-Providers ondersteunen natuurlijk. Maar dat is natuurlijk een heel
goed project om die allemaal te kunnen ondersteunen en ook dat dan weer verder te beheren. Want als natuurlijk de website iets verandert, moet je het plugin ook weer aanpassen. En dat is natuurlijk, ja, kost veel tijd en moeite. Ja. Speciale wensen? Ja. Okay. Welke? Oké, prima. Dan kom je wel op terug. Kom wel op. Ja, Bart. Ja, hier ontbreekt een klein beetje mijn kennis van wat het product doet. Maar werkt dit ook offline? Stel dat ik ben veel onderweg. Worden de mails nu na het ontsleutelen lokaal ontsleuteld opgeslagen? Of heb je altijd de interactie met de Irma-server nodig? Nee, dus als je hem één keer hebt ontsleuteld, dan op dit moment wordt hij ook lokaal dus dan opgeslagen. Ook op de mailserver. We willen dus nog wel een optie bieden, zeg maar een soort settingsscherm. Zodat je dat ook kunt uitzetten. Hè? Als je nu echt wil, nee, ik wil dus mijn e-mails... Dus de confidentialiteit alleen op mijn device hebben en niet gesynchroniseerd met de mailserver. Dus dat gaan we ook nog inbouwen. Maar op dit moment is het dus dan zo dat de ontsleutelmail dus op je device terechtkomt, maar ook op de mailserver. En als je dus, stel je hebt ook een Outlook mobile, dan wordt het automatisch dan gesynchroniseerd met de Microsoft mails. Met de client, als het dus op die server is opgeslagen. Ja, dus het is vooral transportbeveiliging. Daar gaat het om, en als het eenmaal aan jouw kant zit, dan is het ook beter om het zo snel mogelijk maar te ontsleutelen, inderdaad.